Wil je meer uit de vergadering halen? Schrap dan de vergadernotulen. Gebruiken jullie nog steeds notulen? Kost het veel tijd om de notulen uit te werken? Ontstaat er veel discussie over de notulen? Of, nog erger, de notulen worden helemaal niet gelezen. Schrap dan de notulen, want het is zonde van de tijd en de energie. De notulen kunnen uitstekend vervangen worden door een besluitenlijst en een actiepuntenlijst. En deze besluitenlijst en actiepuntenlijst kunnen het beste onderaan de agenda geplaatst worden. Zo vormt het direct een mooie samenvatting van alles wat besproken is in de vergadering. Als je echt heel erg gehecht bent aan de notulen, zet ze dan in elk geval onderaan de agenda, als hamerstuk. En zeg dat als mensen commentaar hebben, dat ze dat een week van tevoren moeten aanleveren, dan kan het nog verwerkt worden. Wil je als notulist graag weten of de notulen goed gelezen worden? Zet dan eens een flauwe grap ergens in de notulen. Bijvoorbeeld dat alle leden van de vergadering ermee instemmen om een ton over te maken aan de notulist vanwege het toegebrachte vergaderleed. Zonder notulen hou je meer vaart in de vergadering. Veel vergaderplezier!